Het kabinet last een extra katshuisoverleg in door de oplopende coronabesmettingen. Vandaag dus weer 8182 nieuwe besmettingen. En extra maatregelen worden daarom niet uitgesloten. En dinsdag komt er waarschijnlijk weer een persconferentie waarop we meer weten. Arts, microbioloog en OMT-adviseur Mark Bonte over die slechte cijfers. Waarom het niet goed gaat, weten we niet precies. Dat kan meerdere factoren hebben. Er zal zeker meespelen dat de maatregelen niet optimaal nageleefd worden. Dat er toch veel gewinkeld is in de laatste tijd. Misschien dat ook de seizoensinvloeden een rol spelen. Maar de combinatie van al die zaken maakt dat de toename die we de laatste week gezien hebben toch als zeer zorgelijk ervaren wordt.